Aan tafel zit Herman van Veen, 73 jaar oud. En dat zegt, dat doet het toe. Want Herman schreef dit boek voor het eerst. Verhalen over ouder worden. Hoe gaat het met je? Goed. Voel je goed? Picobello. Nergens klachten? Kleintjes. Knieën? Knieën. Ja? Ja. Wat is je hebt het gelezen. Ik heb het gelezen. Ja. 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 Je hebt last van je knieën? Soms. Ja. Ja. Wat gebeurt er dan? Nou, ik heb een soort shuffle. Je doet een shuffle. Zo'n beweging. En als ik die te vaak doe, dan begint er iets te klikken. Dan worden ze akoestisch. Dan maken ze geluid. Begrijp je? Dus dan moet ik even niet shuffelen. Nee. En dan komt het weer goed. Ja. Dan mankeert niet veel nog, hè? Dus. Nee. Even het motto, Herman. Ja. Ouder worden doe je voor het eerst. Alles is fris en nieuw. Er gaat een wereld voor je dicht. Ja. Prachtig geformuleerd. Mm-hmm. Wat bedoel je precies? Nou, het houdt natuurlijk op een gegeven ogenblik op. Ja. En dat is zeg maar het logische resultaat van de jaren. Mm-hmm. En als je ouder wordt, dan denk je daar vaker aan. Dan ben je meer mee bezig dan zeg maar als je 20 bent. Tuurlijk. En je praat er ook meer over met leeftijdsgenoten. Je verliest heel veel mensen. En het gaat heel veel over mensen die je kwijt bent. Bijvoorbeeld Edith Leerkens, die is hier. En wij waren hier dus een paar jaar geleden. En Edith zei, oh God, weet je nog? Toen liepen we met Erik van der Wurf de trap op. En die moest telkens na 3-4 treden even op adem komen om die hele trap... Ja, onze trap naar boven. Ja, jullie naar boven. En die is er inmiddels niet meer. Dus dat is een beetje inherent aan het ouder worden. Dat je dus veel in gezelschap praat over iemand die er niet meer is. Of hè, zoals wat jij nu ook doet. Hoe gaat het met je? En ik, uit die gesprekken ontstond het idee, ook bij de uitgever, om daar... Waarom schrijf je dat niet op, over die ervaringen? Mm-hmm. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En het is dus autobiografisch met een twist, zeg maar. Want het is af en toe ook, hè, speel ik met het onderwerp. En ik heb daar een hele interessante tijd door gehad door dat boek te schrijven. Ja. Omdat ik zelf... het vertellen helpt mijzelf, maar ook... Het bezweert iets. Wat dan eigenlijk precies? Eigenlijk gewoon doodsangst, of niet? Nou, ik denk dat iedereen dat heeft. Dat lijkt mij, niet dat er iemand... Maar goed, het komt dichterbij, zeg je zelf? Het komt dichterbij. En ik ga dat proberen te vermijden. Hoe oud wil je worden eigenlijk? Ik heb geen idee. Ik denk dat zolang je mensen om je heen hebt... Mm-hmm. die van je houden en jij van hen... en zolang je kunt werken en zingen en spelen... mag het voor mij altijd doorgaan.